Kom maar, waarom schiet die toren op onze dingen? Zie hoe ver die pijlen komen, wat de hel? Hey kijkers, Michael Sturms! Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe... Daar komt Tarzan aan. Wat zei je? Dat leek op Tarzan. Oh ja, nieuwe... Tower Defense! Ik ben vandaag niet alleen, ik ben vandaag samen met Eva, Giel, Lars, Tom, Jacco en Geus. En heel veel zombies. En vriendelijke zombies. Waarom? Huh? Ik snap er iets niet van. Niet snappen, gewoon laat plaatsen. Maar, ik plaats al. Wat is de deal vandaag? Ja, we mogen... Gijs had een hele leuke challenge. We mogen onze goldmine niet upgraden. In de rest wel. Sounds like a normal game to me. Maar mogen we wel een toren plaatsen, zodat we wel een beetje geld verdienen? Gaan we allemaal weer torens plaatsen of moet ik torens gaan plaatsen? Het geld blijft toch binnenkomen. We blijven toch alleen maar sharen. Dus dat is waar. Ja, nee, maar wacht. Ik zou zeggen gewoon hetzelfde tactiek alleen als normaal. Ja, wat vindt het kan sharen dus. Ja, daarom. Oké, dan ga ik wel torens plaatsen. Dus alleen mensen met geld mogen. Ik zal er upgraden zoals gewoonlijk. Oh. Nou, volgens mij hoeven we deze wave niet aan te vallen, jongens. We zitten allemaal druk te doen om een wave aan te vallen. Ja, moet toch wat doen. Even kijken. Dat is waar. Nee, kijk, ze komen langs. Ja, maar er komt nog een mage tower. Zou ik hier nog een quake tower neerzetten? Misschien is dat wel handig, hier. Ik zit even te bedenken waar ik alles neerzet. Kijk, quake towertje daar. Mage daar. Upgrade. Oh my god, Giel. Laten we hier een ice tower neerzetten. Hier een TNT. Ik wil ook een ijstouw plaatsen. Daar een TNT. Daar een TNT. Maar dat wordt wel lastig dan als we geen goldmines mogen gebruiken. Ja. Ja. Dan moeten we goed na gaan denken waar we ons XP aan gaan uitgeven. Ja, weet je wat we dan moeten doen? We moeten een snelle aanval geven, want dan zijn hun nog ongeveer dezelfde level. Tegen de tijd dat hun heel veel geld hebben en heel veel geüpgrade hebben, kunnen hun veel meer kopen dan ons. Oeh. Ja. Dus als wij ervoor zorgen dat we daar een snelle aanval hebben. Boom. Kijk eens jongens, alsjeblieft. Het staat hier. Hier staat het in ieder geval een flink end. Ik zou hier een necromunt touw in zetten als ik daar het geld voor had. Maar zou ik je wat vertellen? Wat heb je? Niet. Heel goed. Hoeveel moet je hebben? Moet nog dik 500. Hier heb je dik 500. Is het beter om een creeper te kopen of cave spiders? Cave, denk ik. Cave spiders, ja. Als je... Ja, nee, maar dat is voor XP jongens. We zijn geen XP nodig, hè? Nee, juist wel. Kijk, die Iron Golem, jongen. Het lijkt wel een zombiefeestje met een Iron Golem. XP kan je alleen gebruiken voor potions nu en een nieuwe... Hun krijgen wel echt ziek veel XP nu, hè? Ja, wij sturen ook zombies. Zo, kijk hoeveel zombies ze sturen. Hun krijgen echt massa's XP en ik krijg echt massa's vol geld hiervoor. Dankjewel, jongens. Aardig. Zo, ze blijven maar sturen, hoor. Dus 1, 2, 3, 4... Dit is echt een stomme spot. Ik snap dit ook niet. Wie heeft dit bedacht om daar zo'n gekke spot neer te zetten? Hier een poison tower. Wat zullen we nog meer gaan gebruiken? Turret tower lijkt me ook wel sterk. Ja, je kan hier mooi eens 5. Ik heb ze een endermite gestuurd. Nu al? Ja, gewoon één. Oh, er zijn al zombies die doorbreken, joh. Bij ons? Ja, en mijn zilver. Nee, bij hun. Maar dan kunnen we het beste nu eigenlijk gaan sparen en even gaan bedenken waarmee we gaan aanvallen. Met blazers of zo. Hun zijn nu ook spiders aan het sturen, cave spiders. Omdat ze heel veel geld hebben voor grote dingen die wij niet kunnen betalen. Hey, ik kan met XP Enermites kopen. Arrow shot? Zou ik dat doen en dan meteen 12 sturen? Wat kan je sturen? Enermites. Ja, doe. Ja, ik heb ook vet veel geld. Hoe duur is een Enermite dan? 250 per stuk, denk ik. Dus 4200 moet ik hebben. 2400 zei je? 4200. Oh jammer, dat heb ik niet. Kun je niet beter blazers gewoon sturen? Die zijn toch veel sterker? Blazers zijn best wel sterk. Ja. Ik denk dat blazers sterker zijn dan... Ja, Enemites zijn defensiver, hè, zeggen ze toch? Die hebben meer defense, volgens mij. Ja, volgens mij ook. Op zich, weet je, als ze nu zo door blijven gaan, dan krijg ik wel heel snel geld. Dus ik kan op zich straks wel een hele bult sturen. Jacco, je hoeft ze niet per se aan te vallen hoor, want ze gaan dood. Staan al 3 Hoeveel is een blaze? Mage towers daar die de bende aanvallen. Blaze is 800 of zo. Oh, het is wel grappig, want die...
Mijn enemies komen best wel ver. Echt? Dus het is wel even, weet je wel, een hoeveel moet je hebben dan, Gijs? Bleesjes zijn ook best wel duur. Ik moet 4200 hebben voor alle enemies. Voor 12. Oké. Okay. Ik heb nu 600 coins. Maar ik heb nog geen tower geplaatst. Je moet even een tower plaatsen ergens. Eva, je moest ophouden met Endermite zeggen. En dat zit retweet. Oh, wacht, dan kan ik het veel beter met Eva sharen. Want die heeft hem al. Ik heb hem al. Ja. Hier, ik zoek Endermite sturen? Nee, je moet even een toren plaatsen, schat. Oh. Plaats maar een artillery tower ergens of zo voor die mage tower hier. Een archer tower hier, waar ik sta. Een archer tower hier, daar. Boep. Okay. Alsjeblieft. Oké, okay. Moet ik ze allemaal sturen? Hoeveel heb je er dan? Hun sturen nu ook. Wat zei je? Ik kan nu, ik heb geen artillery towers. Jongens, jullie moeten me even helpen hier. Archers, ja, ik kom ook upgraden. Ah, shit, ze sturen wel veel. Iemand moet me even hier helpen, jongens. Ik heb een hele rij gemaakt. Ja, wij zijn aan het helpen. Awesome. Ja. Echte teamwork. Moet ik alle enemies sturen tegelijk? Ik heb ook nog een paar in de mice. Ik ga hier nog even een rij maken. Hier, jongens, hier nog meer. Een hoekie. Oh, ik moet nog 1k hebben voor enemies sturen. Ja, ik kan je nu niks geven, schat. $700. Want hun sturen nu wacht, hoeveel heb je nodig? 700 of zo. Ja, maar je kan volgens mij niet sharen. Je kan niet sharen, Tom. Nee. Jongens, je kan hier upgraden. Deze moet weg. Upgrade ik wel, hè. Ja, die gaat wel dood. Okay, onze enemies komen super ver, dus dat is wel nice. Eva, 1 enemies van jou was net helemaal door, maar dan had hij echt maar een half balkje of zo. Okay. Ja, maar als je er meerdere stuurt. Ja, klopt. Nou, ik heb genoeg voor bijna 3. Het kost 4200 en ik heb maar 3700 coins. Ik heb 900 coins, maar ik kan niet sharen. Maar je hoeft niet precies 12 te sturen. Oh, ze moet even dood. Oké, okay, dan stuur ik minder. Ik stuur maar wat ik kan, oké? Okay? Ja, nee, wacht, ik heb nog coins. Hoeveel moet je er hebben? Ik moet er nog 400 of zo. Oh, hier. Nou, slash share Italy 500. Hier, alsjeblieft. Heel weinig upgrade. En nu kan je de 12 sturen? Ja, nu kan ik 12 go, sturen. Go. Ik heb gestuurd. Ik heb mijn 3 erbij gestuurd, dus er zijn er 15. Woe, oké. Kijk, jongens, weg kan dan. Fly Endermite. Oh, dan heb ik ook een Endermite gestuurd. Eentje. Fly. Uh-oh. Volgens mij vindt hij jou niet leuk, schat. Zou dit dan het snelste potje ooit zijn voor ons? I don't know. Nee, we hebben een snel hoor. Ja, maar wat was je run dan om zo snel mogelijk te halen? Creepers is het snelste. Wat zei je? Creepers is het snelste. Oh, dan moeten we ook creepers gaan sturen een keer. We moeten de volgende keer gewoon gaan focussen op het snelste potje ooit. Ja, maar dan moeten we wel een heel korte map hebben. En dat is? Ja, weet ik niet. Ik ken niks van de mappen. Ja, je zorgt gewoon dat wij niet snel genoeg zijn, hè? Ik heb je wel weer door. Je zegt gewoon van nee, zeg niet snel. Mannetje. Ja, precies. Ook. Zeg het dan gewoon recht in ons gezicht. Go Endermites hier, take some speed. Woo! Go, gotta go fast. Giel, share je geld. Nou, hoeveel moet je hebben? Alles wat je hebt. Dan kan ik ze speed geven. Zo, ze zijn ver. Go! Woo! Oh, heb je healers? Nee, die heb ik niet. Ik heb nog wel 1 speed. Komt ie. 3, 2, 1. Go! Wee! Oké, ik heb... als ik van iemand 300 coins krijg, dan kan ik ze healen. Slash share it. Vlieg hem al. V-Dutch. Ja, kijk ze gaan. Kijk ze gaan. Ik heb het bijna. Ja, daar heb je 2,50. Come on! Yay, healings! Ja, maar niet iedereen wordt geheeld. Dat is echt zeer stom, Endermite. Kom op, Endermite. Oh ja, ze hebben toch al 2, 4, 5 hartjes ervan af. Echt? Yup, van een tower. Nice. Dat gaat goed. Wat nou als iemand weer zoveel Endermites had gestuurd en ze zijn allemaal bezig beneden en... Ik ben niet zo iemand die beesten van hun erin gaat drukken, maar waarom schiet die toren op onze dingen? Zie hoe ver die pijlen komen, wat de hel? Heel random die pijlen, ze sturen niks. Nee, klopt. Houd in dat ze druk bezig zijn. Schap, kan je nog een hele pot kopen of niet? Nee, dan moet ik weer 400 hebben. Ah, heeft ook geen zin.
Dit was niet de beste aanval. Jammer. Ach, we hebben al een deel van het leven geschaft, dus is goed. Ja, dat is mooi. Ja, maar dat betekent niks. Want als ze hun niks sturen, kunnen wij niks upgraden, want wij mogen geen goldmine upgraden. Tadaa! Heb jij een creeper gestuurd? Ik heb geld voor 2 creepers, maar... Nou, stuur dan. Er komt nog een random... Hoeveel kost een creeper dan? 300. Ik heb ook nog 350. Ik heb mijn randomite. Jakker stuurt gewoon 2 creepers! Oh, yeah. Die gaan sowieso dood. Ja, oh, ze stuurt ook super bij randomite. Oh, nee. Ja. Ja. Oh, dat valt wel mee. Super niet zoveel als ons. Nee, wij sturen er in één keer 12. Ja, maar dan nog. Hoe ver gaan die creepers komen? 7. Dus als iedereen kan helpen? Ligt eraan, Vincent. Er staan onderaan heel veel archers. Ja, maar archers trouwens doen niks op creepers zo goed als, hè? Ja, maar we hebben het ook weer endermites. Oh ja, bij ons staan er genoeg. Die kunnen allemaal geüpgraded worden. Nou, die creepers komen nog wel een eindje, hoor. Je moet niet naar mij kijken. Je moet mij niet gaan slaan, Aeroshot. Je moet die creepers slaan. Ik zou je een lesje leren. Gewoon die creepers slaan. Mij niet, gewoon creepers, ja? Oh shit, ze gaan super snel in één keer. Ja. Inderdaad. Er komt nog meer aan. Ik weet niet of dat zin heeft. Hebben jullie ze al bijna dood of niet? Nee. Kom nog een Eva aan, hè? Valt mee eigenlijk. Eva, heb je niet zo'n, hoe heet die potion? Meteor, nee. Oh, alle archers zijn hier wel max. Moet ik nog meer archers plaatsen? Oh shit. Ja, nog meer. Ja, ik heb ook geld om die te upgraden. Oké, ik ga even kijken of ik een meteor shower kan kopen. Oh, ze gaan nu naar de andere kant. Ja. Ik heb daar echt niet genoeg coins voor. Kom op jongens, bij het einde staan allemaal archers. Oké, ik kom. Van de reis. Hier, Eva. Oh, lekker, lekker. Je monies. Ik gooi ze straks wel, denk ik. Ja, er komt nog een wave aan. Dat je mij dat doet. Huis, ga jij nu? Upgraden. Op. Oh, die is gewoon wel dood, ja. Dit wordt gewoon het gevecht de Endermites, lijkt het wel. Mooie titel. Het gevecht der Endermites. Ik zou vanaf 7 januari een film van maken. 7 januari in de bioscoop. Ik zou persoonlijk nu echt towers gaan plaatsen zodat we Armageddon overleven. En daarna pas weer een goede avond opzetten met Giants of zo. Oh, wanneer, over hoeveel minuten is Armageddon dan? Weet ik niet, over 10 minuten of zo, ik weet niet. We moeten ook een leech hebben. Ja, maar we willen toch eigenlijk gewoon nu al proberen te winnen? Ja. Eigenlijk zo snel mogelijk. Ik denk niet dat gaat lukken nu. Balen. Moeten hier niet eventjes in 2 van die dingetjes staan ofzo? Ja, we moeten eigenlijk Sorcerer Towers hier neer gaan zetten. Ah, ik heb al 1 Sorcerer Tower staan. Oké, ik upgrade. Als ik dat kan, moet hier niet iets. Kost dat 400. Oh my god, ik heb een ja, eigenlijk moeten daar Sorcerer Towers staan, maar... 1, 2, 3, 4, 5... Tenminste, 1 level 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Het is echt zo'n stomme spot is dit ook, hè? Vincent, heb jij elektronische leech? Anders plaats ik die gewoon. Nee, ik heb geen leech. Oké, dan zal ik hem wel plaatsen. Weet je, als ik genoeg geld heb. Dan stuur ik allemaal goede mobs, zoals Giants of zo. En dan zitten wij dan met onze spinnetjes. Ja, wij hebben niet super veel sterke spullen. We hebben ook geen goede towers. Creepers komen op zich nog best wel ver. Ik denk dat het ook belangrijk is om een hele goede towers te hebben. Dus ik denk dat ik inderdaad moet focussen op towers nu, wat jij zegt. Ja, die kosten geld. Waar ga je die vandaan halen? Ja, maar... Heb jij nog geld? Dat is uit een ezel. Hoeveel geld heb jij dan nog, schat? Ik heb 100. Ja, dat bedoel ik. Dus we hebben bijna niks. We hebben bijna niks. Giel, heb jij er? 160. Zie je, dat bedoel ik. We hebben echt bijna niks. Ja, maar mobs sturen heeft dan ook geen nut, want dan krijgen we hun weer. Nee, ja, mobs sturen heeft voor ons bijna geen effect. Omdat we toch niks met het XP kunnen doen. Dus dan is het beter om focus op towers. Nee, laat maar. Nee, ik wil niet veel met XP doen, nee. Nee, we mogen goldmine niet upgraden. Dus we echt vrij weinig hebben aan het sturen van mobs voor ons. Nee, daarom, het enige is dat we met het XP potions kunnen. Ja, maar schat, waar tover ik geld voor towers vandaan dan? Ik zeg ook niet nu, in de loop van de tijd, zodat ze Armageddon overleven. Dat zeg ik. Wat schrijft het man? Ik heb een nieuwe in ieder geval een paar freezing pots voor de mobs. Dus mocht er grote mobs komen, kan ik ze slowen. Nice. Dus dat is goed geregeld. Ik ben aan het sparen voor een leech trouwens. Ik zou die necromans en die sorcerers nu echt proberen up te creden. Ja, kijk waar ik mee bezig ben. Ja. 5 minuten. Oh, maar dan moeten we toch eigenlijk kunnen finishen binnen 5 minuten? Nou, ze zijn al half dood.
Oh, die Utility Towers dingen zijn al. Wie heeft hoeveel? Wacht. Laten zij veel towers? Ja, best wel. Maar ja, niet veel tegen vliegen. Redelijk door, hoor. Maar wel, nou wel. Ja, redelijk goed. Ja, we hebben een leech ja, als je weer zo'n goede endermite wave hebt, dat je... Zo, ze sturen wel veel spullen in één keer, zeg. Dat is toch al heel nou, blij. Mooi voor ons. Ja, maar ze sturen echt goed door ook, gewoon één stuk door ook. Dat is goed voor ons. Ja, dat is ja. Heel goed voor ons zelfs. Earn the money. Ik heb de creeper ook unlocked. Als wij nou voor creeper, nou nee, trouwens, ik weet niet. Ja, kom op, met die creepers komen we daar toch makkelijk doorheen, of niet? Ja, nou, moet ja, wel. Ik kwam, mijn drie dingen kwamen net tot hier, ik had er daar nog... Ja, drie stuks maar. Ja, klopt. Daar kunnen ze nog op focussen, inderdaad. Ja. Als we de 12 sturen, en wie heeft er allemaal speedpots? Als ik zou willen, ik heb al een zou ik ze misschien kunnen... Ja, ik kan het precies. Zijn er mensen die nog speedpots hebben? Of in ieder geval dat unlocked hebben? Want we nee. kunnen toch niks met de XP, dus als we speedpots kunnen doen, zou het ook mooi zijn. Ik heb speedpots. Nice. Kunnen er mensen ik nog speedpots kopen? Eentje heb ik er nu. Awesome. Maar ik heb sowieso nog veel te weinig geld om wat creepers te sturen. Ik heb nog niet eens 300 euro. Ja, maar weet je wat het is? Ik heb al 3000 coins. Dus ik kan straks 12 creepers sturen als iedereen speedpots heeft. Gooien we ze net... Op de tijd dat er staat van, joh, Armageddon komt eraan, zijn ze afgeleid met onze creepers. Mm-hmm. Oh, slim. En dan sturen wij gewoon voor de Armageddon alle creepers. Dan hopelijk zijn onze creepers op de tijd dat Armageddon komt, zijn ze ja, bij hun poort. En dan is hun kasteel, poort, dan is hun kasteel zo kapot. En dan kan, als ze het wel overleven, kan dus de Armageddon kan in ieder geval, dus de Wither kan alles kapot blazen bij hun. Want dan kunnen hun daar niet op focussen. Hier, ah, zie je, ik kan nu al 12 creepers sturen, ik heb al het geld. Kan ik misschien ook wat geld krijgen? Maar joh, misschien is het wel nog slim als we nog een paar Artillery Towers dingen gaan plaatsen ofzo. Oké. Ja, ik weet niet. Ja, weet je zeker dat je nu Leech wilt touwen, want die gaat toch niet full regenen voordat de Wither komt, dus... Nou, ja. En de kans dat hij dan opgeblazen wordt, ben je het geld kwijt. Die is ook best wel groot, ja. Nou ja, slim. Oké, dan kunnen we beter de sources en zo upgraden. Oké, ik kan in ieder geval... Ik heb nu 4600 coins. Bijna 5000. Ik heb bijna een tweede speedpot. Dus ik kan sowieso zelf al 3 speedpots kopen. Oh, ze kopen. Sturen creepers. Hun sturen creepers. Ships. Hoe weten ze onze tactiek? Even, heb je nog zo'n pot? Ja, ik heb een pot. Maar ik weet niet... Wat voor pot? Meteor Shower. Wie heeft die slowness pots van ons? Nice. Ikke. Probeer ze te blijven gooien. Eigenlijk moeten we artillery's plaatsen. Artillery sloopt ze het snelst, hè? Uh-huh. Ik heb net een pot gegooid. Jongens, hier, kan iemand mijn artillery's upgraden? Ja. Ik heb geen geld meer. Ook niet. Nu heb ik geen geld meer. Nu heb ik geen geld meer. Bijna. Zo, boom. Maar ze gaan er wel goed van langs. Ja. Ah, de overleven wel. Ja, maar we hebben nu... Ah, jawel, we hebben gewoon toren. Ja, maar wij krijgen alle coins, hè. GG. Daarom. Wij krijgen alle coins daarvan. Echt dikke GG. Nou, goed uitbesteden. Geef mij die coins. Niet. Boom. We did it. Zijn ze allemaal dood? Ja, straks alsnog genoeg geld voor die keepers. Hoppatee, ik heb geen 5500 coins. Oké, ik heb speed ook pot gekocht. Ik heb 2 speed. Bijna, oh wacht. Bijna. Ja, waarschuwen ze nog niet. Ja, op de helft. Oké, dit is ons moment. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Oké, jongens, ren daarheen. Diegenen die speedpots hebben, vliegen daarheen. Ik doe als eerst. 3, 2, 1, komen ze. Ik heb er ook eentje bij gestuurd. Oké, ik heb er ook nog 2. Ik heb 5 pots klaar liggen. De volgende. Go. Oké, wie is de volgende? Wie is de volgende? Ik. Oké, wachten. Nu. Ik heb geen geld meer voor. Oké, ik ben de volgende. Wie heeft er geld voor pots? Ik niet. Ik heb bijna, dan kan er weer een. Ik heb ook healing nodig. Dus. Moet je hem iets verder gooien, Vincent. Dan heb je meer ruimte ertussen. Ik gooi de volgende wel, ja? Oké. 3, 2, 1. Nu. We hebben healing nodig, trouwens. Wie doet de volgende? Ik. Komt ze sturen animites, ja, giant, animites en een giant. Oké, ik ga terug. Animites en giant. Iemand met slows, kom naar hier. Ja, ik ben er al. Ik heb meet your shower. Oh nee, nog niet. Is er al wat door? Oh, ja, heel veel. Alleen we moeten nu meer pots hebben. Ik heb er nog één. Ik heb geen geld.
Oh, we gaan het redden, we gaan het redden. Ik heb nog één pot. Oké, negeer de Wither, die hebben we niet meer nodig. Ik heb ook nog een pot, Vincent. Oké, wachten. Als je kan gooien, gooien, ja? Gooien, nu. Kom maar, oh, ze hebben slowpots, Die redden dat toch niet, volgens mij. Nee, ze gooien daar alleen maar. Jongens, ik moet geld hebben van iemand. Wie geld heeft nu sturen? Kijk wat ik kan geven. Oké, ze zijn er nou redelijk door. Nee, ik moet nu geld hebben, anders komen ze er niet doorheen. Zie je, dat bedoel ik. Ja. En de mines van hun komen er doorheen. Ja, maar wij komen er niet doorheen, zou ik je vertellen op deze manier. Oh, wie heeft de healpot? Wie heeft de healpot? Ik heb een healpot, maar ik heb geen geld, die heb ik net aan jou gegeven. Ah, GG. Hun leech tower is neer. Ah, GG. Ah, verdorie. Ja, weet je wat het is? Hun hebben gewoon een heel groot geldvoordeel. Dat doe je niet veel aan. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat mag geen excuus zijn. Ah, oh, dat ding heeft er gewoon een hartje van afgeknald. Voor de rest deed het aan. Ik ben bang dat wij de vliezen. Jongens, hun giant, die komt bij de dinges. Ja, de Endermite. Ja, de Endermite zitten al bij ons tower. Dat is moeilijk zonder geld. Hey, ja. Jij kwam met de challenge. Ja. Schat, hoeveel moet je hebben voor Meteor Shower? Kijk, 1200. Nog gewoon 1000 coins. Hier. Kom op. Huh? Nee, word ik er nou uitgegooid door CubeCraft? Nou, we hebben wel verloren. Dus... Oh, wat is dit stom? Wat belachelijk is dit? Ik word er gewoon uitgegooid omdat ik loop te spammen, zegt hij. Ja, hallo, ik moet toch geld sturen, of niet, joh? Maak dan een automatische betaalmachine als ik het heb. Koekoek, jongen. Ben je helemaal gestoord? Ik word toch... Ja, jullie hebben al lang verloren, of niet? Ja. Koekoek, jongen, nou gefeliciteerd. Nou, dit is een onmogelijke missie, lijkt het wel. Mensen, allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe Tower Defense. Vond je het leuk? Druk op duimpje omhoog. Vergeet te abonneren op mijn eigen Sturms. Mag jij gaan bij Superheld. Zeg tegen de mensen. Tot de volgende keer natuurlijk. En ciao!